Het liefst twee tentoonstellingen in één stad. Het is niet elke kunstenaar gegeven, maar wel Lilian Vertessen, de Limburgse kunstenares uit Leopoldsburg. Ze heeft een tentoonstelling in het cultureel centrum van Hasselt, dat 40 jaar bestaat, Oxygen and Electricity, en bovendien een tentoonstelling bij Eastman Gallery op de Zuivelmarkt in Hasselt. Live on the edge. We staan hier voor de dichtgeplakte gevel en het ziet alvast veelbelovend uit. Wie is Lilian Vertessen? Als je via de bibliotheek Hasselt binnenloopt, kun je niet om haar heen. Je passeert dan namelijk een prachtige metershoge sculptuur. Een roestvrij stalen bril. Getekend Lilian Vertessen. Haar werken zijn te zien in de collecties van vele musea, waaronder het MUCA in Antwerpen, het PMMK in Oostende, de collectie van het Vlaams Parlement en zelfs op TV Limburg hangt een monumentaal werk. Vertessen staat bekend om haar erotisch geladen zelfportretten. Als onschuldig meisje, koningin, vamp of verleidster. Vertessen is het allemaal. Soms wordt ze wel eens vergeleken met de wereldberoemde fotograaf uit New York, Cindy Sherman. Ze heeft zelfs met haar geëxposeerd. Ze noemt zichzelf geen fotograaf, maar wil ook geen supermodel zijn. Haar werken stralen haar levenswijze uit. Voor de kijker is dit soms heel erg spannend, maar voor Lilian is dit heel gewoon, niet gespeeld. Ze wil gewoon vrij zijn. Live on the edge, dat is, vat het goed samen, wat ik dus al heel mijn leven doe. Gewoon op het randje leven en dat wil ook zeggen alles bekijken van op het randje en mijn conclusies trekken. Ik wil niet grijs zijn eigenlijk, zo, dus ik wil echt zo misschien eruit springen, maar voor mij is dat gewoon zo, dus, maar blijkbaar voor het grote hoop niet. Maar, ik ben nogal positief ingesteld dus dan, en daar hoort veel kleurtjes bij. Het werk Live on the Edge uit 1982, daar waar Eastman Gallery de titel van haar tentoonstelling aan heeft ontleend, toont Lilian Vertessen ten voeten uit. Een glimmend leren korset en door jartellen strak opgetrokken netkousen bedekken sumier haar naakte lichaam. Maar vooral haar pose trekt de aandacht. Frontaal, met rechte rug, de mond licht geopend en ter hoogte van haar vagina een pakje live sigaretten houdend. Ze wil de kijker uitdagen en uit zijn tent lokken. Van Live on the Edge heeft Eastman Gallery een oplage uitgegeven van 50 stuks. Dus ook de kleine collectioneur komt aan zijn trekken. Was Lilian in de muziek verder gegaan, dan zat ze nu in een popgroep of was ze bij het cabaret. Rood en zwart zijn haar lievelingskleuren. Vooral rood, de kleur van de liefde, de kleur van bloed, maar ook een kleur die Lilian energie geeft. Ook werkt ze met verschillende technieken, zoals hier op email. Vroeger kookten de mensen op een gasvuur, welke bedekt was met een emailleplaat die opengezet werd of gewoon weggegooid. En dat vond Lilian natuurlijk zonde. En zo ontstonden de emaillewerken. Voor ons is Lilian Vertessen in ieder geval een fantastische kunstenares. De tentoonstelling Live on the Edge bij Eastman Gallery, nog tot 4 november.